Kate Slingerman uit Hartford heeft de tweede prijs gewonnen in de derde Turing Nationale Gedichtenwedstrijd. In de Stad Schouwburg in Amsterdam kreeg zij een cheque van €1500 voor haar gedicht Bemoeizorg. Juryvoorzitter en dichter des Vaderlands Ramzi Nasser vond Slingermans gedicht bijzonder sterk, zeer geestig en geschreven met een flair die suggereert dat er geen moeite aan te pas kwam. De wedstrijd werd gewonnen door de Vlaamse dichter, schrijver en regisseur David Troch. Het was voor het eerst dat er ook Vlamingen mochten meedoen. De hoofdprijs van €10.000 ging daardoor naar België. Kate Slingerman was dus eigenlijk ook de beste Nederlander. Er werden in totaal 10.131 gedichten ingezonden. Onder de beste 100 inzendingen waren 3 Friezen. Bemoeizorg. Uw geboortedatum sprak ons aan. Net als uw burgerservice-nummer. In combinatie met uw blauwe ogen en de krullen in uw haar. Ontwikkelt uw stoornis zich naar wens? Uw burgerlijke staat? Of indien u die niet hebt, verzon u wel eens een beperking of een virtuele geboorteplaats? Wie bent u zonder levenslied? Leeft u van de wind, op grote voet of er zomaar wat op los? Wist u dat u niemand bent die nooit het laatste lacht of iemand anders kent? Waar hebt u voor het laatst ontbeten? Weet u wat uw ouders doen in de kleine uurtjes van de nacht? Wij, die alles willen weten, vragen u per ommegaande uw persoonlijkheid aan onze retour te mailen. PS. Het extra bijgesloten formulier voor ongewenste gebeurtenissen moet voorkomen dat wij u wissen. En om calamiteiten te vermijden, heeft ons systeem al ingevuld uw voorgenomen datum van overlijden. Tussen haakjes, zodat wij straks niet hoeven gissen of u zichzelf hebt opgegeven of wanneer u bent gestorven. Of hoe u in hemelsnaam zonder ons in leven bent gebleven en wij op onze beurt u hebben kunnen missen. En dan begint de top 3. En 3, dat is een Vlaming. En dan nummer 2, dan wordt jouw naam genoemd. Wat gebeurt er dan? Dat juryrapport wordt voorgelezen en ergens halverwege begonnen de dichters om mij heen op dat podium. Zo van, het is jouw gedicht, het gaat over jouw gedicht. En dan denk je, ja, het gaat echt over mijn gedicht, het kan niet anders. En toch moet je dat horen, van dat het dat gedicht is van jou en... Ja, ik weet niet, voor mij was het eigenlijk meteen een ontlading. Ik had meteen zoiets van, dat hebben we gehad of zo. Oké, ik ben nummer 2. Ik had helemaal geen idee wat dat verder inhield of zo. Ik had gewoon zoiets van, het is gewoon helemaal door of zo. Dat is zo leuk. En dan samen met Hilde van Kouteren en ik was toen heel erg benieuwd wie nummer 1 zou zijn. Dat had ik echt niet gedacht dat... de winnaar was die het dus was, David Troch. Wel een prachtig gedicht. Ik had zelf een ander gedicht gedacht, nummer 1. En daarna was het gewoon gekkenhuis. Ik bedoel, dan moet je met iedereen op de foto. Maar ja, het is gewoon ook wel heel stoer op de een of andere manier dat je gewoon met Gerrit Komrij daar staat en Ellen Dekwits en Ramzi Nasser, ja. Ja, dat zijn ook wel, dat zijn toch wel mensen van kaliber, hoor. Je bent dichter, schrijfster, kinderboekenschrijfster. Waar ga je nu meer op toeleggen? Nou, ik schrijf in principe kinderboeken en jeugdgedichten. Alle andere gedichten en dingen die ik schrijf, die doe ik eigenlijk om te blijven schrijven. Want het is zo in de kinderboekenwereld dat... Over het algemeen wordt er 1 titel per jaar van jou uitgegeven. Omdat je anders ook gewoon je eigen markt, die raakt gewoon verzadigd. Als er 3-4 boeken van jou uitkomen in 1 jaar, dan dat is gewoon niet goed voor de verkoop. Maar ja, 1 kinderboek per jaar met de oplages die dat zijn. Er zijn natuurlijk gewoon bestseller auteurs, zonder meer. Maar dat ben ik niet. En dan heb je het over een oplage van 2000 boeken. Nou ja, daar kun je gewoon niet van leven. Daarom heb ik ook een baan erbij, zodat ik ook dit allemaal kan financieren in feite.
Ook omdat ik het gewoon heel leuk vind, hoor, het werk wat ik doe daarnaast. Maar het kinderboeken schrijven is echt, dat doe ik het liefst. Maar omdat ik niet, ik schrijf meer dan dat er uitgegeven wordt. En om wel te blijven schrijven, schrijf ik dus ook gedichten. Dat zijn gewoon korte dingetjes. En waar ik dan ook wel echt over na moet denken. Maar dat is anders dan dat je met een heel boek bezig bent of met verhalen. Dat is echt een andere manier van schrijven. Dus ja, vandaar dat ik dat ook doe. En met succes dus af en toe, tot mijn eigen verbazing. Ja, ja.